Hallo lieve vrienden, hoe is hij daar? Hier is hij, prima. Ja, prima toch, lekker weekendje gehad, weer jeuk in mijn oor. Ik las net heel veel jeuk in mijn oor. Ben je dokter en denk je te weten wat het is? Schrijf het even in de comment. Ja, wat jeuk in mijn oor, zeg, godsamme kraken. Wat zit er in een doosje? Onder het doosje. Zo zwaar weekend dat ik mijn eigen tekst niet meer ken. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons afmeetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Haribo sticks. Of liever gezegd, ballasticks. Ballasticks. Haribo ballasticks. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Het zijn, ja, het is snoep. Dat weet ik zeker. Van Haribo, ballasticks. En hier heb je dus groene. Die is, appel. Bruine. Cola. Rode. Strawberry. Aardbei. Nou, hartstikke leuk. Maar wat is het? Ballasticks. Ja, dit zijn snoepsticks. En je had ook vroeger van drop met zo'n kokosvullingje erin. Heb je nog steeds trouwens, ook van Haribo. Zijn die dan niet, is dat niet hetzelfde, alleen dan met, niet met drop, maar met cola spul? Of appelspul met zo'n kokosvulling. Weet ik veel. We gaan ze wel proberen. Ik begin gewoon met de appel, waarom niet? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze nog nooit gegeten. Ik heb toch best wel wat Haribo achter de kiesjes weten te krijgen. Maar dit heb ik niet. Kijk, dit ziet er toch precies zo uit met zo'n kokosmix. Met waar normaal drop in zit. En dit is dan... Ik zweer je, het is precies hetzelfde. Alleen, waar normaal dus cola drop zit, zit nu... Iets wat nou, hele zure appels maakt. En dat is niet van drop, maar van weet ik veel wat. Ik weet niet wat het is, heel chemisch. De zure appel. Hoe ze doen, doen ze het. Smaakt naar groene zure appel. En inderdaad, er zit zo'n kokosachtige vulling in. Dat niks van doen heeft met kokos overigens, maar goed. En prima. Maar ik vind de zure appel en dat spul, en ik vind het geen lekkere combinatie. Nee, hier word ik niet blij van. Cola dan. Nou, meestal is cola snoep. Dat smaakt eigenlijk alleen maar naar een soort cola snoep. Want echt naar cola smaakt het niet. Ja, dit is die geur. Dat is de oh kijk jongens, we hebben cola snoep gemaakt geur. En zo raakt cola alleen zelf niet. En hier is dan de kokosvulling, wat geen kokosvulling is, geel. Ja, ik heb het ook opgestuurd, hè. Heel erg cola. Chemische cola. En de vulling. Smaak naar. Weet ik niet. Ik denk ook een beetje naar dat cola smaak. Is deze lekker? Nou, niet echt. Het is allemaal te chemisch. Het is heel ver weg van, laten we zeggen, van bestaande dingen. Het is niet drop. Wat het wel is, weet ik niet. En de vulling wat bij die drop kokos is, is hier een soort, ja, soort tandpasta. Wat het is, weet ik ook niet. Waarnaar smaakt, weet ik ook niet. Het is wel heel erg dat je het idee hebt... Dat je heel veel chemicaliën naar binnen zit te werken. Met suiker. Maar ja, ik weet het niet hoor. Deze is ook niet lekker. De enige die het nog goed kan maken zijn de strawberries. En dat zijn de aardbeidjes. De chemische aardbei vind ik altijd wel aardig hoor. Behalve dat deze dan daar niet naar ruikt. Ik weet het ook niet, wat heb ik opgestuurd gekregen? Waar komt die vandaan? Komt het wel uit Nederland, joh? Kids and grow-ups love it.
Nou, dat lijkt me stug, want mijn kinderen krijgen deze rotzooi niet. Concentraten van ramenas. Ramenas. Appel, zwarte bes. Ramenas. Even wachten. Dit is een aardbeiensmaak. En er zit dus ramenas, appel en zwarte bes in. Maar geen aardbei. Wat zit dan in de appel? In de appel zit citroen. Er zit dus geen appel in. In de appel zit geen appel. In de aardbei zit geen aardbei, maar appel. Ja, in de cola, dat is onleesbaar. Appel, maar hier zit de appel in. Aardbei, maar hier zit geen aardbei in. Ja, goed. Weet je nog waar ik net zei dat die chemische aardbei altijd wel lekker is? Dit is de vieze die ik ooit heb gegeten in mijn leven. Pff, wat een wanproduct is dit, zeg, van Haribo. En ik laat wel eerlijk zijn, Haribo maakt altijd hartstikke lekkere dingen. Tenminste, die zijn altijd goed. Het is niet te vreten. Gadverdamme. En die aardbei, die vreet zich door mijn hersenpan heen. Pff, wat zit hierin, joh? Kijk voor de zuivertjes! Die worden verschrikkelijk. Mijn vriend Haribo, jullie maken zulke mooie producten. Ik kan daar gewoon van genieten. Zelfs ik, als iemand die niet van suiker houdt, kan heel erg genieten van Haribo-producten. Omdat die meestal gewoon goed zijn. Ze zijn altijd wel lekker. In ieder geval denk je van, oh, prima deluxe. Maar dit is gewoon smerig. Dit is vies en dit is goor en dit is naadje. Deze producten, die kun je zo wegpleuren. De balla-sticks. Nou, de ballen, er zijn ballen aan. Het is verschrikkelijk. De aardbei is niet te geloven gehoord. Heel chemisch. Niks met aardbei te maken. Ik kom niet eens in de buurt van de aardbei. Deze krijgt een 2. Keihard nu. Ja, want kom op even. Wat is dit voor rotzooi? Cola sticks smaken eigenlijk niet naar cola. Smaken eigenlijk naar weet ik veel wat. Het is gewoon niet zo lekker. Het is gewoon misselijk van. Chagrijnig ook. En vervelend. Die krijgt van mij een 4. En de winnaar is dus de groene appel. Omdat die echt een groene appel smaakt. Maar die is ook hartstikke vies. Dat is ook helemaal geen ene moer. En ik wou zeggen flikker, maar dat kan natuurlijk niet bij een reviewkanaal. Geen ene moer en geen... Er is geen ene moer en geen... waterpas aan. Maar wel beter dan de rest. Wat deze smaakt gewoon wel naar wat het plaatje zegt. Vreemd is dat in de appel geen appel zit. Maar wel appel in die hele vieze aardbei. Maar de appel is, ja, die is gewoon wat te doen. Die krijgt van mij een 5 voor de moeite. Maar voor de rest, ik zou zeggen, Haribo schaam je doet, niet. Lieve reviewvrienden, koop dit niet. Dit koop je niet voor jezelf, maar zeker ook niet voor je kinderen. Want ik denk dat je kinderen, als die hier te veel van eten, op een gegeven moment 4 benen en 6 armen hebben. Want dit is niet goed voor je. Ja, mooi. Nou, bedankt voor het kijken, tot snel. Dag.